gaat op de vlucht. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Emergency Response Liberty. Deze game kost 280 Robux en het is een roleplay game. Maar omdat het zoveel Robux kost, zijn er ook best wel wat serieuze mensen. In dit spel heb je polities, ambulances, brandweer. Je kan ook een normaal mens zijn, maar je kan ook echt worden aangehouden. Want net heb ik het een beetje getest en ik ging even rondrijden en ik ging even om te testen, ging door een rood licht. Iemand ging me echt aanhouden en vragen voor mijn rijbewijs en dat soort dingen. Het is super vet, je kan ook echt de politie bellen en dan krijgen ze een melding. Er zijn super veel dingen. Deze game heeft zeker een hele grote kans om later groot te worden. Maar in ieder geval, laat een like achter. Hij komt niet. Laat een like achter als jullie nog nooit in de gevangenis hebben gezeten. Het lijkt me ook sterk als je in de gevangenis hebt gezeten. Dus ik denk dat iedereen een like achter moet laten. Dus doe dat even. Zeg even de comment of je liever politie wil zijn of liever een crimineel. Want net, toen ik net de game joinde, kwam er een guy aan. Had een MAC-10 in zijn handen. Dat is een wapen. En hij zei, yo, wil je samen crimineel worden? En ik dacht echt, rustig aan. Ik heb net eventjes een auto gekocht voor 30.000 euro. En als mensen hem stelen, dan kan je ook letterlijk gewoon bij de politie bellen. Net werd ik ook aangehouden omdat iemand had de politie gebeld dat iemand in een rode truck een wapen had, volgens mij. En dus ik heb ook een rode truck. Alleen ik heb een ander nummerplaatbord, want die checken zo. Maar ik denk dat ik eigenlijk eerst de politie wil zijn. Dat willen jullie denk ik liever ook. A call sign is used to contact other people over the radio. Dit is vet. 911. Sorry, ik ben een beetje ziek. Ik kan ook echt een uniform kiezen. Wat hebben we allemaal? We hebben een radar gun. Oh, dan kan je de snelheid pakken. Zeg, er zit ook snelheid in het spel. Oeh, approach a wanted player. Oh, vehicle model. Citation. Dus de naam. Dit is volgens mij niet echt een tutorial. Ik trek even wat kleding aan. Ik kan niet trainen. Ja, ik heb mijn uniform. Let's go. We gaan eventjes kijken of de straat... Oh, dit moet ik kopen. Dodge Chargers zijn heel vet. Die moet ik nemen. Die moet ik nemen. Oh, dat is deze. Oh, die is zo mooi. Wat hebben we hier allemaal? Code 3. Rare. Oké, wat hebben we nog meer? Yelp. Sorry, ik ben een beetje aan het testen. Spotlight. Oeh, takedown. Nou, stop. Heel vet. Yo, we gaan eventjes kijken. We hebben ook richtingaanwijzers. We gaan even kijken of mensen door rood rijden. Ik weet niet echt precies wat alle controls zijn, maar anders vraag ik het wel gewoon aan diegene. Ik weet niet eens wat hier de speed limit is. Police radio. Global radio. Fire radio. Dit is de police radio. I need assist. Waar ben je dan? Cellphone. Oh, je kan mensen appen. Oh. Oh. Dat is ook wel vet hoor, dat je mensen kan appen. Daar is iemand, maar daar is al een politie... Wat doet hij? Zie je wat hij doet? Ik ga gewoon rechtdoor, denk ik. Dit is wel vet. We moeten wel wachten op het licht. Ho! Ja, je mag hier niet inhalen. Je rijdt aan de verkeerde kant van de weg. Wat een gekke man. Wat? Ik hoor schoten en sirenes. Ik hoor sirenes. Ik moet helpen. Ik moet helpen. Let's go! Wat is hier nou weer aan de hand? Ik weet echt niet wat er gebeurt, maar ik vind het geweldig. Ik ga gewoon zo. Breaking the rules. Dat hoort er ook bij. Waarom staat hij daar op de weg? Dude, waarom loopt hij hier met een pistool? Ik snap het niet. Wat gebeurt hier? Wie zijn auto is dit? Hé, hey, wat doe jij? Ik ga al gewoon zo, joh. Oh, wat? Je hebt ook benzine. Oh. Sorry. Let er niet op. Waarom zie ik daar een noob staan? Yo, daar is een politieblokkade. Ik ga kijken, ik ga kijken. Rood stoplicht, ik haat je echt. Boeien, ik zit gewoon sirenes aan. Wat, hij rijdt in het water. Wat doe je, man? Go, go, go. Ik word keihard gebeukt. Oh, lek, lek, lek. Hij gaat hier naar links. Wat doet hij? Wat doet hij? Waar gaat hij heen? Daar is gewoon een blokkade hoor. Daar kan je niet heen. Daar kan je niet heen. Pull over. Ik weet niet eens of deze guy wel iets heeft gedaan. Is de sheriff. Ik schaam me diep. Volgens mij is het gewoon de sheriff. Bedenk ik me niet opeens. Ik heb tenminste fun. Yo, ik ga even omdraaien.
Wat is dat? Wat is hij? Hij is een criminal. Je bent een criminal. Arrest hem. Ja, lekker. Oh, schoot de kik uit. Een citizen, een citizen. Hij is een criminal. Stop. Staan blij. Ja, hij is dood. Je schiet me gewoon zomaar dood. Oké, ik weet niet het verschil tussen civilians en sheriffs. Ik zie het niet zo goed. Oh, ik ga hem. Ik heb hem. Wat moet ik doen? Hey, boeien. Jail. Voor 130 seconden. Hey, dan is hij weer. Hey, kijk eens even uit. Ik zie het door de vingers, want volgens mij is hij een fan. Heb jij dingen fout gedaan? Wat doet hij? Yo, ik ga even kijken. Ik ga even kijken of hij niks fout doet. Dat wil ik wel even zien. Zo is achteruit. Dat is keihard door rood. Dat is keihard door rood. Dat zie ik wel. Hey, takedown. Ja, dat zie ik. Dat zie ik. Oh. Staan blijven. Hij zegt no. Daar ben ik nu pas door. You ran a red light. Ik zag het wel hierboven. Ik zag het wel. Dat pistool. Hey, stoppen. Hey, dat doen we hier niet, hè? Dat doen we hier niet. Dit wordt een citation. Ryan Lovecakes. Ryan Lovecakes. Cakes. Ran a red light. Ik weet niet of dit wel moet. Black. Location. Done. This is a warning. You're free. Oké? Dit is zo vet. You're okay. Zo. Even nog nachecken. Wat is die aan het doen? Dude, ik stop hem gewoon. What is he doing? Can you give me your driving license? Lees het even, want dit vind ik niet kunnen. Hoe jij rijdt, dat kan niet. Hoe jij rijdt, dat kan gewoon niet. Hallo? Sir? Nou. Nee? Nee. Oh, hij gaat op de vlucht. Yo. Dit kan niet. Wat heeft hij fout gedaan? Hij belt me. Waarom belt hij me? Kijk, ik heb dit erop gezet. Ran a red light. Maar wat doe je? Give your license. Niet een peren. Dat ga je niet doen. Ik zet gewoon de sirenes aan. Hoezo is die nog niet wanted? Mijn benzine is bijna leeg. Stop! Shot fire! Need back up. White car left safe spawn. He had a gun. Dit is zo vet. Hij is daar. Hij is weg. Huh? Keep an eye out. He killed me. Dude, hij heeft serieus een politieman gekild. Oh, iemand heeft hem. Where? Oh. Dude, ik zie niet waar hij is. Ik zie serieus niet waar hij is. Waar was hij? Iemand had hem, maar hij is doodgeschoten. Hij had mij ook bijna doodgeschoten. Hij had mij serieus gedamaged. Ik denk dat hij echt ver is gevlucht. Is dat hem nou? Volgens mij is dat hem. Nee. Wat doe ik? Ik zit vast. Mijn brandstof is op. Nee. Waar is het tankstation? Holy crap. Die guy met dat wapen zegt... Don't mess with the BC. Dat is dus denk ik een gang. Dan kan ik hier tanken. Where is the gas station? Je hebt je namelijk nodig. Oké, dit heeft er totaal niks mee te maken. Waarschijnlijk zijn die gasten nu bezig met de BC. Laat een like achter als je het je baas vond. In de volgende video wordt het wel even wat meer insaner.
Nu was het gewoon eventjes kijken hoe dit is. Jullie kunnen mij ook joinen in de game. Maar ik vind het echt een heel fijn spel. Laat een like achter als jullie het super leuk vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!